Aan de Lunetstraat in Breda vraagt ze studenten van de Kunstacademie Sint-Joost aandacht voor zwerfafval. Ze doet dit door afval aan een boom te hangen dat ze in de buurt heeft gevonden. Ik ben plastic afval aan het verzamelen in het hele kleine stukje van ongeveer 6 meter. En ik wil graag aankaarten hoeveel afval hier wel weggegooid wordt of zomaar uit het raam van de auto of op de fiets weggegooid wordt. En ik vind het eigenlijk verschrikkelijk dat het gebeurt, dat het niet even een paar minuutjes in de zak kan blijven zitten totdat je thuis bent of bij een afvalbak bent. Op meerdere plekken in Breda ligt de zwerfafval. Maar waarom kiest ze juist deze plek om actie te voeren? De route van mijn huis naar school is de route met het meeste afval. Dus ik dacht, ja, ik moet het hier echt aanwijzen dat dit echt de plek is waar het meeste afval verzamelt.